De staatsolie power company Suriname, SPCS NV, heeft besloten de spuikkleppen van de Afobakadam wederom open te stellen. Dit om overtollig water te lozen en het waterpeil op operationeel niveau te houden. De SPCS doet er alles aan om eventuele overlast voor lokale gemeenschappen te beperken. Directeur Eddie Franklin geeft in gesprek met de communicatiedienst Suriname meer duidelijkheid over dit besluit. We hebben de gemeenschappen en de districtscommissaris en ook de media geïnformeerd dat we dus op 10 december de spuitpoorten open zullen zetten op een minimale opening. En waarom dit besluit? We monitoren zeg maar, het niveau in het Stuurmeer constant en we kijken dus ook naar regenval, naar de voorspellingen. Ja? En we hebben gemerkt dat in de maand november er ten opzichte van november 2021 er drie keer zoveel regen het meer eigenlijk is gevallen. Hè? Dus drie keer zoveel water is het meer binnengestroomd. En we houden ook, zeg maar, we doen ook periodieke voorspellingen omtrent het niveau, ja? Projecties doen we omtrent het niveau in het Stuurmeer. Dus wat je krijgt is dat gronden die direct aan de oever van de rivier zijn gelegen, doordat er meer water door die rivier gaat stromen, zal het waterniveau in die rivier iets stijgen. En dan gaan die gronden die heel laag gelegen zijn, die gaan dan onder water lopen. En daar kunnen wellicht wat kostgronden tussen zitten. Maar de mensen zelf, dus in tegenstelling tot wat er zich heeft voorgedaan aan het begin van dit jaar, in de periode april-mei, waar er dus inderdaad in de verschillende dorpen wat huizen zijn zeg maar ondergelopen, dat zal zich geheel niet voordoen. Dus er bestaat geen enkele reden tot ongerustheid. Eigenlijk juist de gemeenschappen die stroomafwaarts van de dam wonen, beschermt tegen extremen van de natuur. Ja? Want je moet bedenken, als er geen dam in de rivier was, dan zou altijd de hoeveelheid water die de natuur je geeft, zou gewoon door die rivier stromen. En op momenten, ja, dat hebben we gezien, want we meten de hoeveelheid water die het meer instroomt, op momenten in de afgelopen periode, tijdens het extreem spuien, hebben we gezien dat die hoeveelheid water die het meer instroomde, zelfs meer was dan die extreme hoeveelheid die we door die spuipoorten lieten. In simpele bewoordingen betekent dat was die dam er niet, dan zou in de afgelopen periode zou het water, ja, langs die verschillende dorpen, nog hoger hebben gestaan dan dat het al deed. Zij het voor waarschijnlijk wat kortere periode. Maar het is echt extreem. Ja? Dus je moet bedenken dat, om een beetje gevoel te geven, als je de hoeveelheid water beschouwt die we doorlieten, dat er op momenten, gedurende dagen lang, er tot anderhalf, ja, meer dan anderhalf keer zoveel water het meer binnenstroomde. Dus die anderhalve keer zoveel water zou anders als die dam er niet was. Gewoon direct langs die dorpen gaan. Dus men moet, of niet, men moet niks, maar het is gewoon een gegeven dat die dam eigenlijk een functie heeft om juist zeg maar de stroomafwaarts gelegen dorpen te beschermen tegen extremen van de natuur.